Hallo? Ja. Ja. Nee, maar als je nou denkt dat je weer nog weer in de maling kan nemen, dan zit je toch even verkeerd adres. Het is eigenlijk een beetje belachelijk wat je nou aan het doen bent, maar ik ga in ieder geval wel in ieder geval juridische stappen ondernemen tegen jullie nou, dat weet je. Zo, wat? Dat is echt heel vet. Dat is echt heel vet. Joost, klein droom groot. Het is geen leugen. Het is echt geen leugen. Aan het einde van de rit gaan jullie trots zijn. Hoe dan ook. Just trust the process. Nou ja, ik vind het een verschrikkelijke vent. Ja, wat is dit voor figuur, joh? Nee, uiteindelijk ging hij trots zijn. Nee! Oh, je had nee, weer niet! Je wist niet hoe hij eruit zag. Nee, wat een verschrikkelijke figuur! Je was aan zich nog wel positief dat je dacht, dit kon werken, maar nu zie je me die denk je... Oh, wat een nare vent! Is hij ook die gozer die op een gegeven moment op dat podium gaat zitten huilen heel lang? Is hij dat onder die Friese vlag? Ja. Is hij dat? Ja. Ach, alsjeblieft, wat een aansteller weer. Nee, nee. Jan heeft dat lied geschreven omdat zijn ouders allebei zijn overleden. Dat kan, maar dan hoef je niet onder een vlag te gaan zitten janken van 40.000 mensen. Dan ben je een aandachtsvrager. Dat vind ik dat ook meteen. Dat is voor hem therapeutisch. Kan bij de bommen, doe dat lekker in je eigen tijd. Maar je merkt heel erg nu Joost kleiner is dat de jonge mensen vinden het echt vet. Die denken, yes, knallen, Joostje. En dat de oudere mensen dan denken van, wat moeten we hier mee? Naar iets belangrijks en dat gaan we nu echt doen in het begin van de uitzending, want het nieuwe jaar komt eraan en wij willen in het nieuwe jaar door. En dan willen wij in het hele nieuwe jaar door en daar moeten we ons bij helpen. We hebben, en anders hadden we niet aan het begin van de uitzending gezegd, de donateurs nu echt weer nodig, Jan. Ah, ik wist even niet waar je heen ging, Dennis, maar nu weet ik wel waar je heen gaat. Jij belde mij gisteren. Als dat je hoeft dat toch niet altijd... Als je moet, af de man van de administratie. Die zei, Dennis, het is nu wel nodig. Ja, maar je hoeft niet onze voorgesprekken tijdens de uitzending te herhalen. Oh, maar ik wou de ernst ermee benadrukken. Oh ja. Nou. Lieve mensen, als jullie erg genieten van Roddelpraat, en dat doen er veel, zou ik je vertellen, steun ons ook om dit programma te maken. Want laten we eerlijk zijn, YouTube is ons niet echt goed gezind. We worden niet alleen maar naar beneden geschroefd qua aantal mensen die kunnen kijken. Maar we kunnen er ook geen geld mee verdienen. Dus het is schrapen. Het is trekken. Het is... Schrapen trekken in. Ja, het is even... Nee. Schrapen trekken in. Ja, het is even... Nee. Ja, hou je bek dan als je er niet uitkomt. Dan neem ik het gewoon over. Ja, het is nu echt vervelend aan het worden. Want er breekt de fase aan dat het misschien niet meer kan. En dat zou jammer zijn. Hangen en wurgen. Schapen trekken, hangen en wurgen. Help ons dit programma te blijven maken in het jaar 2024. Ja. Mooi jaar, het EK komt eraan. Als we dan nog steeds bestaan, gaan we daar ook nog een keer wat leuks mee doen. Ga naar roddelpraat.backme.org. Roddelpraat.backme.org. 5 euro's per maand, zodat we dit kunnen maken. Dan kunnen we met elkaar een mooi nieuw jaar ingaan. En kunnen wij nog heel lang en gelukkig leuke filmpjes voor jullie maken. Ja, dat is niet helemaal voor niks. Want dan krijgen ze ook iedere week de extra toegestuurd met de onderwerpen die we niet in de reguliere kunnen bespreken. Dat is het vaak, want we zitten op een platform. Ik noem het niet, met veel strenge regels. Zeker. En het is nu echt nodig. Ja. Dankjewel, hieronder de link. En daar ook een QR-code. Ja, en een QR-code. Jij kondigde het vorige week aan. Hashtag de beer is los. Mag ik de beelden nog eens laten zien? Nee. Nee, hij heeft mij dus gebeld. Ik heb ruzie. Nou. Of mag ik dat ook niet zeggen? Nee, dat mag ik ook niet zeggen. Maar ik mag de beelden echt niet even laten zien? Nee. Wat ik zou je vertellen wat er gebeurd is. Kijk, wij hebben deze uitzending opgenomen. Hmm. En in die uitzending gaf ik de meisje die daarom vroeg... Mag ik een kus? Hier heb je een kus. Klaar. Daar kwam jij mee aanschijten. Jij vond het fantastisch. Kijk, jij komt zelf uit een gebroken gezin. En Dennis vindt niks mooier dan andere relaties ook kapot maken. Is wel waar. Dus jij zei tegen mij... Nou, poef, is dat niet een beetje heftig? Toen zei ik, nou, wat is dit nou? Ik geef iemand een kusje die erom vraagt. Nou, lang verhaal, kort verhaal. Het was niet echt een groot probleem thuis. Maar goed, ik hoef jou niet de vrouwen uit te leggen. Zonder nu seksistisch te zijn. Alleen dat... Je denkt, nou, dat is dan geen probleem. Hmm. Dan zouden, zeggen wij mannen,
Nou, dat is dan geen probleem. Dat is bij ons zeg maar een flatliner. Maar bij vrouwen schijnen toch van geen probleem tot een klein probleem, tot een enorm probleem, tot een verschrikkelijk probleem te worden. En uiteindelijk was ik gewoon een vieze smeerpijp. En had ik dat grietje gewoon gegrepen. En schaamde ze zich dood. Want al de familie en de vrienden en de vriendinnen hingen aan de lijn. Is het uit? Heb je die hufte eruit geschopt? En het ging maar door. Dus, jouw meisje is gebeld door allemaal vriendinnen. Ik ben een week lang wakker geworden op een bank door jouw geintje van vorige week. Ik heb daardoor pijn in mijn onderrug. Dus het is mooi. We gaan dat filmpje niet meer laten zien. Ik ga het er ook niet meer over hebben. Dankjewel. Nou, één keer dan. Nee. Oh. Nee. Nee. En OJ, als je dat er weer in doet, dan steek ik weer van die houten bamboesteken in je reet. Net als vorige week door dat gekloot in die edit. Niet doen. Yo. Maar, lieve vriendin van Jan, hè, we kunnen het lang goed vinden, samen over problemen praten. Ik vind het vervelend voor jou. Ik weet dat het intrinsiek een goede man is, maar hij heeft een enorme bewijsdrang om af en toe te kunnen pakken wat hij kan pakken. Goed. Ja, we gaan naar Mattie Valk. Mattie Valk. Ja, Mattie Valk. Ja, ik... Ja, ik kan wel heel negatief gaan zitten doen, maar het is bijna kerst, dus ik doe het niet. Nee, wat zeg je dan over Marty Valk? Dan zeg ik niks over Marty Valk. Nee. Want er valt niks positiefs te vertellen over die natnik. Vind je echt... God, wat is dat een lelijke vent ook, hè? Ja, ja. Hij heeft echt een radiohoofd. Die, ik snap wel dat hij bij de radio werkt. Maar waarom ze dan godverdikke iedere keer een camera op die lelijke, lelijke kop van... Die man heeft toch een verschrikkelijk lelijke kop. Ik denk echt serieus, als jij een mummie al die lappen ervan afwikkelt, dan hou je Marty Valk over. Ja. Ik weet het niet. Ja, dat een lelijke hondenkop. Die en vind jij hem leuk? Ja, vind hem ook niet leuk, Marty Valk. Marty Valk. Marty Valk. Marty Valk heeft wel wat te melden samen met Marieke Elsinga op de radio. Ja, de best beluisterde programma van Nederland. En dat zegt wel wat over Nederland. Ik weet waarom jij dit jaar opeens zo ontzettend graag een kerstboom wil. Jij, Mattie, hebt namelijk kerst met iemand samen te vieren dit jaar. Dat klopt. Ja. Ja, ik ben hartstikke verliefd. Leuk, oh. Zo leuk. Dat is al een tijdje. Kunnen we nou niet het fragment even afkijken? Nee, want ik vind het... Kijk, hoe oud is Mattie Valk? Nou, aan zijn hoofd te zien 394. Maar in werkelijkheid zou Mattie Valk met die mummiekop... wakker een beetje tanden gereed. Hij is 40? 31. 31, 40. Dat zal hij zijn. Mm. Hoe kinderachtig is dit nou allemaal weer? Ja, ik ben heel erg verliefd. Ik vind dat kinderachtig. Ik vind het vervelend en kinderachtig. Worden. Ja. En ik kan inmiddels zeggen, ja, ik weet het meer dan zeker. Ik ben gek op haar. Shabba. Ik ben gek op Kiki. Kiki. Oh. En die maar Kiki werkt hier op de redactie. Ja, zeker. En daar is wat moois opgebloeid. Ja, je hoort toch zo vaak dat er iets moois opbloeit. Vaak is op de werkvloer, hè? Ja. Ik werk ook met Kiki op de redactie. Ja, dus, dat is ook vreselijk voor mij. Ik kom dus via haar ook nieuwe dingen over jouw karakter te weten. Ik wil dit niet. Kiki, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Jij appte mij een foto dat Mattie aan het koken is. Ja, Marieke, ja. Koken tegenwoordig samen, jij inderdaad. Van de 10 stappen doe ik 8 en doe Mattie de 2. Dus ja, bij de laatste 2 stappen krijg ik dan ook nog van deze lieve 38-jarige man de vraag... hoe moet ik een avocado snijden? Maar goed, het begin is er. We lachen met z'n allen. We zijn wel lol met elkaar daar. Ja, gespeelde vrolijkheid vind ik altijd ontzettend verdrietig. Ja? Ja, maar daarom kan ik ook wel huilen om een clown. Ik kan huilen om een clown. Daar zit een soort kaasboer in. Er zit een soort Marcellek in. Die man die zuipt zich elke avond met een kratje pils onder de tafel. En overdag probeert hij dan kinderen aan het lachen te maken. Hij sminkt zichzelf een beetje. Doet een rode neus op. En doet... En als ik dat zie, denk ik, dat is gespeelde vrolijkheid. Ik kan daarom janken. Ik denk dat er menig clowntje uiteindelijk eindigen zoals Anthony... Hangt in de kameling. Dat denk ik echt. Ja, ik denk echt serieus dat als er onderzoek gedaan wordt naar de zelfmoordfrequentie van clowntjes, dat je je doodschrikt. Clowntjes die zijn niet vrolijk. Die doen vrolijk. Ik was vandaag bij William Rutte voor een foto voor mijn biografie. Ja. Dat vind ik al een mop op zich. Wat is dat nou weer? Alleen jouw hoofd? Ja. Dit, je wordt de boekoffer zo.
mooi hoor, zegt hij. Oh, wat erg hè. En met elkaar complimentjes geven, verschrikkelijk. Moet ik nou heel lang gaan kijken hoe er een foto van jou wordt genomen? Jezus. Ik vind het zelf wel heel mooi om te zien. Ja, dat begrijp ik, ja. Ja. Net dat je het ook heel mooi vindt dat er een boek over je geschreven wordt. Hoe belachelijk is dat? Ja. Echt verschrikkelijk. Maar luister nou. Hoe komen we nou eigenlijk hier bij die foto van jou terecht? Ja, dat over Anthony, die in de kamer ging. Ja. Dus William heeft het er altijd over. Ik heb iedereen voor de foto deze gehad. Ja. Nou, ik had op een gegeven moment die zwarte trui aan. En hij zegt tegen mij, want ik moest een zwarte trui voor die foto hadden. En hij zegt, weet je wie de laatste is, wie die trui aan had? En die in de kamer heen? Nee. Iemand anders die dood is. Oh, niet zo hoes. Peter en de Vries. Niet? Ja. Die had die aan? Ja, die had als laatste trui aan, zegt hij. Ik zeg, nou, ik denk dat Peter trots is. Dat ik hem nu aan heb. Ik weet wel zeker. Maar goed, zegt hij naar de tijd. Ik zeg, zegt op een gegeven moment, had het over de Doorn. En toen had hij het over Anthony Kamerling. Dat is zo tragisch. Ik zeg, nou, Jan heeft daar een heel leuk grafje over, zei ik. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, ja, ondertussen, omdat hij zo lang... wat hij thuis daar niet meer Anthony Kamerling genoemd. Maar Anthony, die in de kamer hing. William kon niet lachen. Nee, vond hij niet leuk. Kaken op elkaar. Kent die man. Helemaal mis. Helemaal mis. Ja. Helemaal mis. Maar misschien moet je dat ook, dat soort dingen, niet vertellen aan de vrienden van... Antoni, die in de kamer is. Nee. Ja. Maar goed, het ging over Mattie Valk en Kiki. En Mattie Valk is dus nu verliefd op Kiki. Nou. Kiki is 24. Oh. Mattie, 38. Kiki is 24. En Kiki komt uit Twente. Oh. Ja. Is dat een bekende van jou? Dat is een bekende van mij. En we hebben een scoop over Kiki. Scoop. Wat moest dat voorstellen? Scheeptoeter. Ja, Kiki. Kiki komt uit Hengelo. Ah, ja, Hengelo. En Kiki, die heeft een hele bijzondere bijnaam. Want ik had sprak vrienden van mij. Die zeiden, ja, die Kiki ging met die en met die en met die. En ik denk, och ja, die Kiki. Het is dus een bekende Kiki uit Hengelo. Ja, en Kiki is op een gegeven moment van Hengelo naar Amsterdam gegaan om daar bij Q Music te werken. Is daar al 4 jaar lang producent. Dus werkt al 4 jaar lang met Mattie. Maar Kiki ging naar Amsterdam. Omdat het in Twente niet zo goed ging. Omdat Kiki daar bekend staat. Ja, ik heb het niet bedacht als Trio Kiki. Trio Kiki. Als kijk je met heel andere ogen naar dat kiki. Ja, als jij met een vriend een trio wou, ze wouden geen vrouw bij, gewoon 2 kerels, dan moest je naar Kiki. Want Kiki die had met allerlei mannen trio's. Nou, Kiki Trio, ik zal je wat vertellen. Trio Kiki, je had beter in Hengelo gewoon de hoeven kunnen blijven spelen. Want als dit godverdomme het allerhoogst haalbaar is, dan zeg ik, niet best. Nee. Ja, kom op, Mattie Valk. Maar zou Mattie ook in zijn voor triootjes? Ik denk het wel. Ja? Het zou me niks verbazen. Zou jij erbij staan dan? Nee, ik sla even over. Nee, ja, nou, één ding. Als je een trio doet met Trio Kiki en Mattie Valk... Ja. Als tweede man weet je in ieder geval wel... dat je je climax heel lang kan uitstellen. Je hoeft alleen maar naar het gebit van Mattie Valk te kijken. Dat oolijke open mondje met al die scheefstaande tanden. En het duurt heel lang hoor, voordat je Kiki volblaft. Ja, nou ja, dan heeft Mattie wel een functie in de trio. Ja, dat is ook wel de enige functie dan ook. Bij deze Jan Mensen gaan. Kiki Trio Kiki, graag een DM'tje. Ja. En daarop wisten meer mensen en die hebben gereageerd in de commons. Hoppatee. En dan nu mensen, de commons. Come on, Saba. Kom. En daarin reageert Kale Kees. Deze relatie duurt ongeveer 8 maanden, denk ik. Dan komt het uit dat het gehele Ghanese voetbalploeg er in het weekend bovenop ligt. Uno momento dado. Ja. Zei een groot voetballer ooit te Barcelona. Deed Trio Kiki Kiki's met donkere mensen. Ja, dat was wel het verhaal. Meen je niet? Ja, dat zijn trio's gehad met zwarte mannen. Dus die laat zich helemaal uitwonen door 2 OJ'tjes. De arme kind, de Trio Kiki, die kon van maandag tot en met donderdag niet meer op een stoel zitten. En die moet nu op dat kleine pielenmeisje van Mattie Valk zitten. Zo diep ben je gezonken, Kiki Trio. Ja. Trio Kiki is echt zo'n naam, die ga je terug hoor, zeg maar. Als je Trio Kiki. Dat
echt niet. Nee, dat is ook een hele irritante stem, vond ik, aan die telefoon. Ja. Ja. Nee, maar overduidelijk iemand die zelf beroemd wil worden. Ja. Goed, en dan gaan we naar Gwen van Poort. Ah! Oh! Dat is een noordnaar verhaal. Ja? Oh, oh, je bent gevolgd. Ja. Ja. Gwen van Poort heeft bekendgemaakt 3 maanden geleden dat ze verloofd is. Ja, met een Amerikaan. Toby? Mega Toby, ja. Ja? Ja. Ken je Mega Toby niet? Nee. Van Mega Mindy? Oh, nee, nee. Mega Toby. Mega Mindy. Je weet de Mega Mindy. Het was wel een leuke anekdote dan als zij... als ze dan wel eens haché had gegeten, dan heette ze Mega Windy. Ik was 9 jaar samen met mijn vriend en mijn verloofde. En ik heb de verloving verbroken. En vervolgens ben ik tijdens mijn verhuizing al mijn spullen kwijtgeraakt. Dat is niet leuk. Ik vind dat ze dat kind er ongezond uitziet trouwens. Eet hij wel nog? Of is ze dat ook kwijtgeraakt? Hou ze op een stomme gaapje om mijn hol. Nou, Gwen. Als jij misschien behoefte hebt aan wat meubeltjes en zo. Ik heb een berging met best wel wat spulletjes. Dan kom ik dat wel even langs brengen. Ja. De beer is los. De beer is los. Ja, maar nu dacht ik zo uit. Nee. Kom jij met grootmoeder stoel aangelopen? Kijk eens, meisje. De kind is hartstikke blij met die oude troep. Ja. Nou, je hebt toch al oude troep in je huis staan? Ah, je krijgt een tering. Hoe kom je daar nou bij je vader? Ja, ik ben nou. Laten wij maar doorzeiken dan. Dus ik wil gewoon eigenlijk iedere dag een video gaan opnemen. Ja, laat maar zitten. Ja, iedere dag. Wat een gezeik. Nee, we kunnen haar andere video's hierover laten zien. Maar we kunnen ook zeggen waar mijn verloving slechts 4 maanden heeft geduurd. Mag ik heel even nog, voordat je die scooper uitperst... als een dikke biels onder in je rug. Waarom zijn al haar spullen vernietigd? Ja, dat ging mis met het verhuisbedrijf. Die hebben gewoon alles weggeflikkerd. Ja, zoiets, ja. Echt een surfverhaal. Wat een kut verhaal, zeg. Ja, surfverhaal. Nou, doe de scooper. Ja, dan moet je hem aankondigen. Oh ja, ook weer waar. Ja, van de inner circle van Gwen van Poorten, want Gwen van Poorten komt eigenlijk uit Brabant. Oh. En daar had iemand mij bericht van, ja, Gwen doet wel zielig, maar het zit eigenlijk helemaal zo. Nou, daar gaan we dan. Gwen van Poorten was natuurlijk verloofd met Toby. Die ken ik eigenlijk niet. Mega Toby. Ja, Mega Toby. Maar Gwen van Poorten heeft eigenlijk al een ander vriendje. Wel, godverdomme. Ja. Hou alsjeblieft even op. Ja. Zij doet heel zielig dat de verloving is verbroken. Maar ze heeft gewoon, ze heeft die gozer gedumpt voor een ander. Zij heeft dat zelf gedumpt, want ze heeft een ander vriendje. Wat een ze waren snoel, nog niet net verloofd. Ja, afgelopen zondag is er zo'n meisje, daar was ik een tijdje al mee aan praten. Wel een knappe meid, niet al te slim. Maar ik had haar al eens ontmoet. Even. Wat? Hoeveel tijd zat tussen het exitgesprek met Linda, moet de piemel in, en afgelopen zondag? 2 dagen. Netjes. Ja, je moet door. Ja, je moet door. Ja, je moet door. Ja, was er wel overheen. Nou ja, daardoor wou ik er overheen komen. Ja, dit was de rebound, ik wou er overheen komen door over iemand anders heen te gaan. Wat een viezerik, zeg. Zou ik nooit doen. Maar ik ben namelijk een zwaan. Maar ik zou zondag naar de bioscoop gaan met iemand. Een bioscoop? Ja. Ga je met een meisje naar de bioscoop? Nee, met een vriend van mij. Oh, okay. Ja, de bioscoop. Nou, en toen zegt zij, ja, maar dan wil ik al komen. Maar zij woont in Almelo. Ze zegt, maar dan wil ik nu, maar ik ben nu in Enschede, wil ik nu komen. Dus toen zei ik, dat is goed, kom naar de bioscoop, geef ik de sleutel aan jou. Ja, dus ik gaf de sleutels van mijn appartement aan haar. En dan zeg ik, dat zie ik je wel als ik terug ben. Dus even een momentje. Ja, even. Ja, die verhaal van jou is eindeloos en in detail. Maar die chick, die ken jij niet. Je gaat met een of andere pikkenpijper van de film. Dan komt dat grietje die je niet kent. En die geef jij je sleutels om zodat ze in jouw huis kan zitten terwijl je er niet kent. Dan ben je toch ook wel redelijk van... Ik had haar half wel eens gezien. Nou, ben je wel goed van vertrouwen, laat het zo zeggen. Ja, ben je goed van vertrouwen. Nou, Desmi, het was gewoon een witte vrouw. Nou... Ja, dat wil je toch horen? Nee, helemaal niet racist. Nou goed, en op een gegeven moment die film is klaar. Ik gaf haar zo om 9 uur die sleutel. En rond 11:15 was de film klaar. Ja, welke film was het?
Thanksgiving. En? Nou, niet echt een leuke film. Goh. In horror. In horror. En dus ik ging erin. En van de ene horrorfilm landde ik in de andere horrorfilm. Vertel. Ik bel haar op. En want ze had mijn sleutels. Dus ik zeg, ja, ik ben met 10 minuten thuis. Dan moet je de deur open doen. Hè, zo. Ja, nee. Ik zeg, hallo. Ik ben dan thuis. Dan moet je de deur open doen. Ja. Ik zeg, je moet wel wakker blijven, hè. Want ik dacht... Ja, jij moet er... en de deur moet open. En de deur moet open. Dus op een gegeven moment, diegene zet mij af voor mijn appartement. Ik zeg, wacht even tot ik binnenkom. Ja. Ik zeg, wat ik zou niet. Dus ik bel eerst meneer aan. En dan gebeurt er niks. Ik zeg, ja, hallo. Ik bel haar wel op. Is mijn huis, je moet de deur open doen. Ik werd echt kwaad. Hoe moet dat dan? Ik zeg, er staat overduidelijk waar de bel nu gaat. Druk je op knop, gaat beneden om. Ik hoorde allemaal geluiden en uiteindelijk ging die beneden deur open nadat ik 5 minuten voor mijn eigen deur stond. Ik omhoog met de lift, sta ik voor mijn deur. Boom, boom, boom. Weer niks. Ik bel er weer op. Ik zeg, open doen, mijn appartementdeur, open doen. Ik denk, ik wist dat een dom bij was, maar zo achterlijk dat je de deur niet om kunt doen. Hoor ik iets omvallen, doet ze de toiletdeur open, hoor ik. Want ik weet wat, zit ze naast voor de deur. Je bent het niet, hoor ik. Ik zeg, hier! Ik denk, oh, ze doet de deur open. En echt, dit gebeurt. Zo gaat ze tegen me zo. Hallo, zegt ze. Ik zeg, jij bent zo zat als een aap. Hoe kan dat in 2 uur? Die was hagelsteen dronken. In mijn huis. En die had met de auto die sleutel opgehaald. Zo over de hagelsteen dronken. Waar had ze gedaan dan? Ja, ik zeg... Oh, dat maakt het niet uit. Oh, maar echt vies droog. Ik zeg, ga zitten, man. Ik zeg, je kunt toch niet meer lopen. Ze viel echt tegen de muur aan. En ik zeg, je bent de hagelsteen droog. Ik zeg, wat is er aan? Ja, niks. Twee wijntjes. Heb je GHB gehad of zo? Dus dan denk ik, helemaal, nee. Nou, ik begreep er helemaal niks van. Dus op een gegeven moment, ik zeg, ga in bed, alsjeblieft in bed liggen. Want ik wist, dit wordt echt helemaal niks meer. Ze zegt, ga jij maar in mijn bed liggen. En in bed ermee. Nou, die kwam er ook niet meer uit, dat kon ze niet meer. Nee. En ik ga naar het toilet, want ik moest pissen. Alles in het toilet zat onder de wijn. Alles stonk naar wijn. Tegen de muur aan gegooid, zag ik al. Overal wijn. En dan geef het. En ik denk, ik ga daar ook niet naast liggen. Ik vind het vies. Dus ik ga wel in dat. Ik heb nog een logeerbedje. Ik denk, daar ga ik in liggen. Dus ik ging in dat logeerbed liggen. En toen heb ik haar geappt. En als je wakker bent, goedemorgen. Ik lig in het andere bed. Je was nogal dronken, hoop ik. Laat me alsjeblieft slapen. En ga zachtjes naar huis. Oké. Okay. De volgende dag... Ga zachtjes naar huis. Ja. Mooi. De volgende dag... Ja. Doe dit lang nog, dit verhaal, want anders ga ik even pissen. Ik word wakker. Niet alleen die muren het toilet staat onder de wijn. De hele keukenmuur staat onder de wijn. Alles staat onder de wijn. Ook op de muren. Dus wat heb ik nou uiteindelijk... Wat heeft ze nou betaald? Betaald? Heb je dat arme kind €400 laten betalen? Wil je, als je €400 betaalt, dan schilder een muur. Wat zit er in dat drinkwater daar in het oosten? Jullie zijn allemaal zo vreselijk gek. Een raar verhaal. Goedemorgen. Gelieve met mij contact op te nemen in verband met een filmpje die jullie geplaatst hebben. Het gaat over het item waar ik bij het MECC in Maastricht ben bij de BBB-beurs. Daar kwam hij toen hem tegen. En de reden van ons contact met jullie is dat wij via de NVJ en persveilig maatregelen moeten nemen in verband met vernielingen en dreigementen. Jij stuurde dit door, maar waar gaat het toch over? Dat was toch die fan die hem interviewde op die horecabeurs in Maastricht. Ja. En dat was een verschrikkelijk slecht filmpje. Ja. En dat hebben wij besproken. Maar waarom moeten wij hem bellen? De reden dat ik contact met jullie is dat wij via de NVJ een persveilige maatregelen moeten nemen in verband met familie. Maar via de NVJ, dat is de Nederlandse... Vereniging van journalistiek. Net of wij daar onderdeel van zijn of lid van zijn. We zijn niet eens journalisten. En dan via hun heeft hij maatregelen moeten nemen. En het gaat erom dat hij wil dat het offline gaat. Oh. Er staat filmpje offline staat erboven. Filmpje offline halen. Waren wij een interview van hem commentariëren? Ja. Maken. Oh, we gaan even bellen. Ja, we waren leuk. Denk ik.
Dat is hoe ze hem zeggen. Goedenavond. Ja, goeie... Goedenavond met Dennis Schouten. Ja, mij gemaild. Wat heb je daar nou in dan? Ja, klopt, ja. We hebben jou inderdaad gemaild. We hebben een vraagje. Je hebt een keer een filmpje online gezet met, over ons in het MEC van de BBB-beurs. Ja, toen interviewde jij misschien? Ja, ja. Jij interviewde... Ik vond het wel een grappig interview, laat ik het dat wel even zeggen. Maar jij deed het interview, dus je becomplimenteert nu jezelf. Ik ben de ja, zeker. Oh. Ja, dat is wel komisch. Dus jij doet een interview met... Nee, hij vond ons grappig. Oh, hij vond ons leuk, denk ik. Vond je ons leuk of jezelf leuk? Nee, jullie vonden het leuk. Dank je wel. En jij bent die man met die polo met al die sponsors erop. Ja, oké. Okay. Maar waar ik eigenlijk voor bellen is om te vragen of jullie het filmpje offline kunnen halen. Oh. Omdat wij sinds vorige week in een veiligheidsprotocol zitten. In verband met dreigementen en vernielingen. En we weten niet echt welke hoek het komt, maar het verzoek was om te vragen of jullie dat offline kunnen halen. Ja, 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 precies. Maar voor hetzelfde geld heb je ruzie met de buurman, dan komt het daar vandaan, maar je denkt, laat ik hun ook maar opbellen. Ja, ja, gewoon filmpjes wat van ons online is gegaan. Het kan zijn van een item die wij geplaatst hebben. Ja. Waarschijnlijk is dat een item geweest over loodgieters die wat mensen oplichten. En denken wij, of dat denken ook de politie. Ja. Maar we willen even gewoon het zeker van onzeker nemen. Ja. Om hem eventjes voorlopig even eraf te halen. Ja. Ja. Zeg maar een juridische afdeling. Ik heb toevallig onze juridische afdeling naast mij. Die krijg je even, ja? Dan kun je dat even voorleggen en dan denk ik dat we daar wel in tegemoet kunnen komen. Komt-ie. Goedemiddag. 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 Je spreekt met Jansen. Kan kloppen dat er een filmpje of een gehaald moet worden? Die? Hallo? Wat een vogel heb je toch in dit land? Hij wordt bedreigd vanwege loodgieters. En dan moeten wij een filmpje maken. Geweldig. Wat een vent. Prachtig. ik denk dat het antwoord nee is, Jeff. Nee. Wat is dit nou? Ja. Hij mailt al. Een filmpje offline. Maar ik denk niet dat het aan ons ligt, maar het moet wel eraf. Ja. 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 Wat is los in Maastricht? Wat is los in Maastricht? Ja. Nou, ik denk dat... Ja, hallo? Ja, met Dennis Schouten weer. Hallo? Ja. Ja. Maar als je nou denkt dat je mij nou weer in de maling kan nemen, dan zit je nog even verkeerd adres. Het is eigenlijk een beetje belachelijk wat je nou aan het doen bent. Maar ik ga in ieder geval wel niet wat juridische stappen ondernemen tegen jullie nou, dat weet je. En dan nu is het tijd. U heeft het vorige week gemist, maar we hebben een heel bijzonder en leuke internationale gast. Zeker. Een internationaal moppie van de week. Ja, dames en heren, vorige week hebben jullie moeten missen, maar daar is ze dan weer. Een moppie van de week. Althans, kunnen we jou nog een moppie noemen? Of, Mag toch? Ja, maar een moppie denk ik toch een beetje aan een jonge vrouw. Hoor. Jij bent een milf. Ja, maar ja, je hebt toch ook misschien wel iets daarboven, misschien. Nou, ja, zo oud ben ik ook weer niet, hè? Hoe oud ben je? 38. Oh, meid, wat zie je er nog goed uit voor je leeftijd. Dank ja, u. Nou ja, ik zat er daar helemaal naast. Ik dacht... Ik dacht wel even midden 40. Maar dat maakt niks uit. Elise. Hij krijgt mijn cadeautje niet. Elise van Vlaanderen. Klopt. En uit België. En hoe toevallig dat je dan zeg maar een Belg bent en je achternaam is van Vlaanderen. Is gekozen. Dat is niet mijn echte achternaam. Oh! We dachten dat het enigszins te maken had met, laten we zeggen, de garage waar de vrachtwagen van jouw man geparkeerd staat. Hij heeft die wel gekozen, die naam. Dus dat kan niet. Nee, hartstikke mooi. Dames en heren, Elise van Vlaanderen is onze moppie van de week. Elise van Vlaanderen komt dus uit België.
En daar kan ze natuurlijk uiteindelijk ook niks aan doen. Want laten we eerlijk zijn, je kan er niks aan doen. Maar onze lieve heer, je wiegje neerzet. Dat lijkt mij persoonlijk verschrikkelijk. Ik had liever in Rwanda geboren geworden. Ja, dat is wel zo. België is een onafland. Ja, die weeg ook is vreselijk. Ja, maar weet je Goegoem. Als Ruud toch met zijn vrachtwagen over die betonplaten rijdt. De periferie van Brussel, dan wordt hij toch gek. Ja, heel even disclaimer. We zitten hier al een tijdje, want Jan, jij bent heel te aan het vertellen. Want Elise is niet alleen beroemd. Nee. Maar je hebt ook een hele beroemde man. Dat was vroeger de man van Kim Holland. En die blijkt trucker te zijn. Zeker. Nee, hij is totaal geen trucker. Nou, hij ziet er zo uit. Ja. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Ja, je achterziet... Met mijn 10-tonner diesel... Hierachter ziet u een foto van jouw man. Ja. Nee, je haat die. En daar gaan we dan. Voor Ruud. Zing je mee? Ik ken hem niet. Ken je dit niet? Dan zie je geen tekst. Hier is de tekst. Zing maar mee. Gaat hij, hè, voor Ruud? Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel ver van huis. Maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Ja, heel mooi. Ja, prachtig. Dat was zoiets. Want jij bent eigenlijk de Belgische Kim Holland, begreep ik. Ja, maar waarom pak je dan haar man af? Ja, maar zo is het niet begonnen. Hoe is dat dan gegaan? Het is eigenlijk heel grappig. Ik heb hem leren kennen op Tinder. Meen je niet? Op Tinder? Ja, op Tinder. Tinder. De Belgische Tinder. Tinder. Dat hebben ze in Holland herkennen, hebben ze dan niet zeker. Jawel, maar jij zei Tinder. Tinder. Alles wat je in België hebben, hebben wij ook. Alleen wat beter. Ja, tegenwoordig toch niet meer. Nee, is ook waar. Ja. Kim Holland, die kennen wij allemaal, maar dit is de Belgische variant. Die heet Elise van Vlaanderen. Kim Holland, die kennen we voornamelijk vanwege haar Sinterbak. Een hele goede, geile ochtend. Ik ben vanmorgen de erectie af als ze dat zegt. Dat is wel zo. Ik begrijp dat Ruud de goede stap heeft genomen. Gaat niet over. Lieve Elise, als je naar moppievandeweek.nl gaat... Wacht even. Kim... Dat is niet mijn mening. Je bent veel te grof, jij. Maar heb jij een ruzie met Kim? Tuurlijk niet. Maar wat is nou het verschil met... Wat is nou met jou en Kim? Wat is het verhaal? Het verschil is in ieder geval... Dat jij eigenlijk gewoon heel normaal... Je voedsel kan kouwen. Ja, erg. En dat we een hele goede geile middag. Nee, ik ben gek op Kim Holland. Alleen, je moet er niet naar luisteren. En eigenlijk ook niet naar kijken. Ja, daar heb ik ook gehoord over u. Sorry. Daarom speel ik ook niet in de porno. Ik ga het wel doen. Lief Elise. 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 En binnenkort mag jij meesteres Elise zeggen als je zo doordoet. Oh. Jammer. Even nog over de content. Want dat lijkt me interessant. Om te weten wat mensen kunnen zien. Als nou moppie. Kijk, mensen denken nu als je naar moppievandeweek.nl gaat... dat ze dan in Truckland terechtkomen. Nee, dus daar gaan ze niet zien. Heel veel leuke, interessante content. Echte, gewoon echte mensen, echte seks. Alles komt vanuit de fantasieën van de vrouwen of mannen of koppels. Gewoon... Een heel leuke site, ook van mezelf. Niet echte seks, dus dan moet je niet komen kijken. Van mezelf ga je geen seksfilms vinden. Maar wat gaan de mensen zien dan? Nou, van jou. Ja, nee, met snap ik al. Met anderen. Maar zien ze ook iets met jou? Ja, tuurlijk. Wat kan je zien van jou? Heel veel. Want wij zijn er geïnteresseerd in jou. Ja, van mij kan je heel veel teasend materiaal. Eigenlijk ik maak je eigenlijk verslaafd aan mezelf. En hoe doe ik dat? Ik ben iemand, ik hou van het voorspel, ik hou van de mindfuck, ik hou van alles wat voor de seks komt te kijken. En dat doe ik als mensen die me kennen weten dat. Ik kan het heel moeilijk uitleggen. Het is gewoon één leuk spel, één erotisch spel. Maar ik spreek ook af met de fans, dan maken we leuke teasers. Even een momentje. Je ziet weer zo die blik dat ik altijd zie. Maar jij spreekt... Ja, ik vind het fietsig gemaakt. Kom maar even naar mij, deze kant op. Jij spreekt af met fans... Om teasers te maken. Ja. Stel nou dat ik... Nou, ik ben fan geworden vandaag. Hoe zouden we dan een teaser kunnen maken? Dan ga jij eerst een mooi cadeautje voor mij kopen van mijn wishlist. Mooi lingerie setje. Dan mag jij een setting uitkiezen die je spannend vindt. Wat zou je bijvoorbeeld spannend vinden om iets uit te werken? Maar waar moet ik iets voor je kopen? Ja, laat dan maar zitten, dan ben ik te zuinig. Ja, voilà, ja, kijk, dat zijn die Hollanders allemaal. Ja, dat is wel waar. Ja. Alleen, we zitten nu wel op de Nederlandse markt, dus ik...
Ja, ik weet niet of dat handig is om Ik heb hele goede. Dat maakt niet uit, het is wat mijn ervaring is. Maar ik heb heel veel lieve, 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 schatte Hollandse fans. Leuk. Die weten dat. Hartstikke mooi. Is er toevallig ook nog sprake van een aanbieding? Ja. Ja? Nee? Ja. Er valt iets te winnen. Jawel. Er valt iets te winnen. Ik denk zomaar dat het 60 liter rode diesel is. Dat is nu aangeboden door Ruud, de vrachtwagenchauffeur. Nee, ik heb een cadeautje mee. Oh, leuk. Jij krijgt hem niet. Jij bent veel te stout geweest. Jij krijgt hem wel. Oh. Die andere hou ik voor een kijker. Sorry, jij hebt ernaast gekregen. Sorry. Ik heb de straf. Kijk. Elise van Vlaanderen. Met Kimberly X. Dat is mijn beste vriendin. Dat is onze jaarlijkse kalender. Of mijn dat is niet mijn type. Ordinair met die plaatjes vandaan. Toch? Okay, kijk eens verder. Wanneer verjaar jij? Huh? Dan gaan we kijken naar jouw foto. Gatsie, dikke me zeg. Wat een blote geest. Je mag niet zien. Ja, nee, ja, dat kan nee, ook niet. Gewoon ben jij dat? Ja. Ja. Dat is super. Nee, het is niet ordinair. Nou ja. Je gaat van mij nooit zien. Is niet ordinair. Is niet ordinair. Het is heel ordinair wat ik zie. Is niet mooi. Ja, ik weet niet. Je bent niet mijn type. Ik vind het prachtig. Je bent wel mijn type. En eigenlijk ben ik ook jouw type. Want ik kan ook sowieso een hele grote wagen stappen en wegskeuren. Maar dat maakt niet uit. We doen net of we elkaar niet aardig vinden. Alleen, ik ga wel eventjes mijn telefoonnummer aan je geven. Voor als je een keer een reservechauffeurtje neemt. Nee, dankjewel. Dat weet ik wel. Tenzij je op je knieën. Ik zit er vastgebonden. Dorien, dankjewel. Dus wil je meer zien van Elise van Vlaanderen? Moppie van de week.nl. Zo, kun je nu weer gewoon moeder Dorien spelen. Dankjewel. Wat echt, jullie zijn eikels. Dan is het tijd voor hetgeen dat ons in de lucht houdt. Het is tijd voor boodschappen, 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 boodschappen. En dat doen we in het... Voordat ik een aankondiging doe, veel mensen die zappen nu weg. En dat is niet leuk, want hier leven we van. Ja? Daar komt die. Wat ga je doen? Pak de boodschappen. Reclameblokje. Welkom, dames en heren. En dan gaan we nog één keer naar ons. Ja, wij willen volgend jaar heel graag door. Maar dan moet het mogelijk zijn. Jullie kunnen dat mogelijk maken. We hebben het begin van de uitzending al gevraagd. Hier ziet u weer de QR-code. OJ, QR-code. Als u daar met de telefoon heen gaat, dan zit je op de donatiepagina. Weet je wat is QR-code? Nooit van woord. Nu wel. Nu wel. QR-code. Kun je ook. En anders de link in de beschrijving van de video. Zover ons. En dan zijn we bij de adverteerder. En die heeft iets prachtigs uitgestald. Mooi. Maar eerst ons eigen kerstpakket. Ja. Nou, in ons kerstpakket, je kunt ook losbestellen de kersttrui. In het rood en het groen heb ik niet aan. Want groen kan niet met groen achter ons. Nee. En dan hebben we een prachtig kerstpakket. Ja. Daarin zit... Ja, dat waarom kan, zit je die troeper dan op? Ja, dat kan niet helemaal. Ja. Daarin in een kerstpakket zit... Waar maak je er zo'n rommeltje van? Godverju. Wat zit er in het kerstpakket? Bijvoorbeeld een roddelpraatmuts. Hartstikke leuk, voor in de winter. Een roddelpraat sjaal. Een roddelpraat mok. Voor de kou, lekker roddelpraat. Handschoentjes. Roddelpraat ballonnen. Heel veel ballonnen. Ja. Hier is, wat zit hier in? En dan hebben we nog, ook nog speciaal, roddelpraat. En die zijn echt bijzonder. Godsamme kraken. Bier. Speciaal biertjes 2 van roddelpraat. Hoe leuk is dat? Prachtige kerstpakket te bestellen op... Roddelpraat. Puntshop. Dat is leuk voor je medewerkers. Ja of nee? Zeker wel. Sorry Dennis dat ik je hele mooie tableautje om heb geflikkerd. Ja. En dan gaan we naar Balsy. Yes! Een product met kloten. Nou, een heleboel producten. Je wil tijdens de kerst toch gewoon een leuk en uniek cadeau krijgen.
en spullen van Balzi zijn leuk, lachen en origineel. Het hartstikke belangrijk, want elke fans verdient goede verzorgingsproducten. Nou, ik vind, moet ik zeggen, even een complimentje voor je voorlezen. Ja. Dat wordt elke week een stukje beter. Ja, deze kerst ga je voor een leuk en meest unieke kerstcadeau onder de boom. En bij Balzi al te bestellen vanaf slechts 8 euro's. Gun een man zijn ultieme upgrade van zijn bodycare en geef hem een Bushbuster ballentrimmer cadeau. Met meer dan 400 top reviews, een van de droomcadeaus deze kerst. Jan, nou eerlijk zijn. Ja, het is een van de droomcadeaus deze kerst. Maar hoe leuk zou het zijn als je onder de kerstboom een pakketje vindt en daar is zo'n lekkere ballbuster te vinden. Bush. Ja, dat is wel lekker. Of gaaf hoor, ook een favoriet van jou. Voor de Bodies and Balls Collection. Een unieke giftset met toffe kerstproducten. Speciaal ding voor je krooienwil van man. Jan, jij zegt altijd tegen mij. Sinds ik dat op een klote smeer. Ik wil niet dat wij problemen krijgen met onze adverteerder Balzi. Maar ik heb wel een anekdote over het gebruik van deze prachtige set. Sinds ik met de manspray mijn noten inmarcheer, komen de vrouwen als vliegen op de strot om af. Sief vorige week heeft me bijna mijn relatie gekost. Die meid zei, god man, wat ruik je lekker. Gaf me een kus en daarna ging ze naar beneden en zei ze... Ja. Heerlijk, dat is vast een product van Balzi. Ja, het rook lekker. Alleen jammer dat het ontstoken was. Oh. Nee hoor. Nee, grote grap. Nee, dat is een inside joke. Nee, geweldig spul. Ik gebruik het ook. Eerst even mooi scheren met dat ding. Dat werkt echt goed. Gebruik ook voor mijn gezicht. En dan die. Maar Balzi heeft ook wat... Gebruik je hem ook voor je gezicht? Ja. Ja. Jij scheert eerst je ballen en daarna met hetzelfde ding je gezicht... Maar ze hebben ook nu de Mr. Pure. En dat is helemaal nieuw voor je gezicht. Een heel bijzonder gezichtscreme. Weet je zeker dat het voor je gezicht is? Ja, dus voor je gezicht zeker. Kun jij heel even, dat vroeg hij, op je gezicht doen? Nee, je moet op je handpalm. Nee, ik ben heel allergisch. Ja, maar dit kun je hebben. What the fuck is dit, gast? Ja, dat hoort op je. Dat ga ik niet op mijn gezicht doen. Dat hoort op je. Maar je krijgt een tering, vent. Dat staat hier, de Mr. Pure. Is ja, Mr. Pure, moet je kijken, wat is dit? Op je gezicht. Ja, nee. Toe dan. Hallo, dan ben ik net Zwarte Piet. Nee, toe dan. Daar vragen ze om. Ja, nou, ze kunnen wel meer vragen. Ze kunnen ook vragen of ik dat flesje op mijn hol steek. Doe ik ook niet. Dat hoort op je gezicht. Ja, nou, kom hier met jouw gezicht dan. Ja, yep, kom dan. Moet je wel echt normaal doen? Ja, even. Ik doe normaal. Doe zo dan. Ja, hoppa. Nou, komt die 1-2. Hartstikke leuk. Nou, flikker een paar pepernoten in de hoek. Je bent klaar. Ja, ook nieuwe gezichtscreme. Zoals onder meer de Mr. Pure met houtskool. Leuk. Ja, zeker beginnen december maanden. Dat wil je toch onder je bom. Ja, toch. Wat prik toch. Dit is weer niet uit te zenden. En dan ga je door naar de Vos product en dan gebruik je de Mr. Buff. Mr. Maar... Buff? Ja. Wil jij de Mr. Buff? Nee! Ik... Oh, wat is het? Ja, ik verkoop zo die. Ik heb niet die zwarte vegel op je buff. Wat is dit? Uiteindelijk gebruik je de Mr. Moisture. Hoppa! Prachtig product. Ja. Kom maar, we moeten nu op. Yes! Ja, smeren! Je moet wel smeren! Het is geen depperij. En dan de finishing touch met de Mr. Moisture. Oeh! Oh. Dat is echt een kwakkie. Ja, ja, ja. Prachtig. De Mr. Moisture. Hydraterend. Mooi product. Mooi product. Ja, moet je licht op. Ja. Ja, prachtig. En dan straalend glad. En, en herboren. Balzi, dat allemaal deze kerst. Oh. En dat allemaal al vanaf 8 euro op balzi.nl. En 20% korting is al geregeld. En je krijgt ook een kerstgedicht bij. Oh. Nou, hoe mooi is dat? Ja, leuk. Hartstikke leuk. En het ruikt ook heerlijk. Heerlijk. En dan gaan we door naar het afbouwcollectief
Puntcom! ABBA Collectief Andy heeft weer razend wilde acties, ook in december. Nou. Latex spuiten van €12 voor €8 per vierkante meter. Niet duur! Een aanbouw, wie wil dat nou niet? Vanaf €950, nou wat zeg ik, voor €950 per kubieke meter. Niet duur! Dakreparaties bij lekkages of een compleet dak. Kunnen ze ook, wil je dat er een actie bij komt, mail me die dan even, meneer ABBA Collectief, want hier staat alleen dakreparatie. Ja, maar dat kunnen ze heel goed en goedkoop. Ja. Dus zou toch niet willen dat er een lekkage komt? Nee, een lekkage, dat is funest, zeker met dit weer. Een nieuwe badkamer al vanaf €5.000. Oh. En wie nou een aanbouw laat doen met Sucredos Collectief, krijgt ook Mr. Buff erbij. Ja, hartstikke mooi. Het afbouwcollectief.com. Is het allerbeste collectief om je huis mooi en goed af te laten bouwen. Ga erheen voor een offerte. En dan gaan we naar het warmtepompencollectief. Oh, pompie, 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 pompie. Ja, zonnepanelen, dat was het. Maar warmtepompen, dat is het. Ja. Iedereen, veel mensen hebben nu wel zonnepanelen. Maar met een warmtepomp doe je echt wat aan je gasrekening. Heerlijk. Ja, zonder grote aanpassing juist. Dus een hybride warmtepomp. Daar gaat het om. Twee delen, de binnenunit en de buitenunit. Het is eigenlijk net een airco. Ja. De warmtepomp maakt gebruik van elektra. Echter, het levert 4 keer zoveel warmte terug. Jazeker. Ja, en werkt dus deels samen met je cv-ketel. Samen, ja. Ideaal, zeker als je al zonnepanelen hebt. Ja. Nou, dan kun je gewoon je radiatoren behouden. Bespaart minimaal 75% op je gasverbruik. Nou, dat is veel. Maak een afspraak, zorgvuldig en vlot, op het warmtepompencollectief.nl. En je hebt al een warmtepomp in huis vanaf slechts €4.600. Inclusief volledige installatie met warmtegarantie. Ja, en heb je nog die subsidie? Die subsidie, daar gaan we nu, is mogelijk door de hoge subsidie van maar liefst €2.400... Poep. Die nu nog beschikbaar is gesteld door de overheid. Wees er snel bij. Warmtepompcollectief.nl. Ja. Ah. En dan hebben we nog een hele speciale adverteerder in ons reclameblokje. Namelijk de omroep die eigenlijk weg moest van de NPO. De NPO die wilde ongehoord Nederland eruit fietsen. Want het was het enige rechtse geluid wat ze daar hadden. En dat wilden ze niet. Dat moest vanaf. Want alles en niks en iedereen moest in dat links-progressieve blok blijven zitten. Nou, uiteindelijk heeft zelfs een D66-staatssecretaris moeten bepalen dat dit een beetje te ver ging. Oesloe. Om ze eruit te pleuren vanwege dat ze zich niet hielden aan journalistieke waarden. Nou, ik weet niet of je het NOS-journaal de afgelopen tijd hebt gezien, maar dat lijkt meer het Hamas-journaal. Enfin, ongehoord Nederland mag blijven en die zijn dus op zoek naar leden. En leden, die zoeken ze omdat ze natuurlijk mogen blijven. Enfin, ga naar de website van Ongehoord Nederland en word daar lid. Kost helemaal bijna niks. Kost echt bijna niks. Dus voor een jaar, wat is op, ik geloof niet eens een tientje. En word daar lid bij Ongehoord Nederland. Steun die gasten. Kijk, ik loop wel eens te zeiken over de programma's van Ongehoord Nederland. Maar ze moeten wel blijven bestaan. Doen! Ja, en als je nu lid wordt van Ongehoord Nederland... Als je nu lid wordt van Ongehoord Nederland... Nee. Dan krijg je zo'n rood Ongehoord Nederland petje... thuisgestuurd, gesigneerd door superheld Arnold Kaskens. Toen. Dat is volgens mij niet helemaal afgesproken. Ja, maar dan regel ik dat wel. Oké, fijn. Word lid bij Ongehoord Nederland. Koop spullen voor je ballen voor bij de balsie. Je personeel of je schoonmoeder. Een mooie kerstdoos van de rollenplaat. En ja, nu weet ik het allemaal niet meer. Nee, en daarom zien we heel graag bij de extra. Dank u wel en tot volgende week.